De Telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS, heeft in verband met de viering van Girls in ICT Day 2019 vandaag een activiteitendag voor de vrouwelijke jongvolwassenen van 4 verschillende tehuizen en stichtingen georganiseerd. De TAS organiseert deze dag voor de 8e keer en ook dit jaar in samenwerking met de ICT Associatie Suriname. De dames zijn afkomstig van de tehuizencampagne, Huizen IFRAN, Stichting Odonetti en Stichting Hoop voor Kinderen. Het thema van deze dag is All Digital. Volgens Wendy Klasjapayu, waarnemend directeur van de TAS, viert de organisatie elk jaar met een andere doelgroep deze dag. En ik hoop dat met wat jullie vandaag gaan zien, dat jullie geïnspireerd raken om iets te gaan doen erin. De mensen die jullie bezig gaan houden vandaag zijn ook voornamelijk dames die jullie bezig gaan houden. Ook om jullie die inspiratie te geven dat dames het kunnen. En zoals al gezegd wordt, we doen het vaak genoeg beter. De heren die nagesproken hier in de zaal, maar we doen het vaak genoeg beter. En ik hoop dat hiermee jullie ook geïnspireerd gaan om een beetje de geschiedenis van ICT te gaan opzoeken. Want dan gaan jullie ook heel veel leren over wat dames hebben gedaan in de ICT. En op een of andere manier zijn we een beetje ervan afgestapt. Maar we kunnen het. En ik hoop dat jullie daarvan gebruik gaan maken vandaag. Gina Berggraaf-Sanchit, voorzitter van de ICT-associatie Suriname, zegt dat de organisatie de opdracht heeft de hele samenleving te helpen om beter te presteren in de ICT. En die samenleving die moeten we bereiken, alle hoeken moeten we bereiken, dus ook onze vrouwen en meisjes. Dat is ook de reden dat we hier staan en dat we ook elk jaar meehelpen aan deze dag. Een andere reden, het werd ook al genoemd, er zijn ook vrouwen nodig in deze sector. En op dit moment zijn er te weinig vrouwen in de sector. Onderzoek heeft uitgewezen dat gemengde teams beter presteren. Verschillende mensen brengen verschillende inzichten op tafel. En door die verschillende inzichten heb je meer input om tot betere, innovatieve en nuttige oplossingen te komen. En ook onderzoek heeft uitgewezen dat het niet ligt aan de bekwaamheid van vrouwen, dat ze nog niet vertegenwoordigd zijn in die sector. Integendeel, ze kunnen beter samenwerken en ze zijn goed in problemen oplossen. Volgens Joyce Blokland-Weinstein, directeur van Transport en Communicatie van het ministerie van Openbare Werken, voelt het goed aan om als vrouw andere jonge vrouwen te kunnen stimuleren, vooral op deze dag. Ook vandaag, de dag, zijn er nog vrouwen werkzaam in de top van techbedrijven, maar het percentage vrouwen in de ICT ligt nog steeds rond de 30%. Dat terwijl er wereldwijd geschat wordt dat er tegen 2020 miljoenen banen in deze sector beschikbaar zijn. Deze dag is daarom in het leven geroepen om vrouwen bewuster te maken van de mogelijkheden die er zijn in deze sector om bewust te gaan kiezen bij het maken van keuzes tijdens hun studieloopbaan en om te durven om een carrière te kiezen op dit gebied. Joyce Blokland-Weinstein, directeur transport en communicatie van het ministerie van Openbare Werken en daarvoor Gina Berggraaf-Sanchit, voorzitter van de ICT-associatie Suriname. Zij spraken vanmorgen tijdens de viering van de Girls in ICT Day 2019, die gehouden is in het Lalle Roek-gebouw.